Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Druktemaker van dienst vandaag. Auteur en columnist Marcia van Roosmalen voor het eerst. Leuk dat je er bent. Ja. Goedemiddag. <laughs> Waar heb jij het druk over gemaakt? Nou, over. Uh, uh, ik was gisteren bij de stille tocht. Uh, voor de Marokkaanse jongen die onthoofd was. En eigenlijk heb ik me druk gemaakt over. Uh, stille tochten. Steek Ga van wel? <laughs> gisteren shokte ik achter het nieuws aan. Letterlijk. Ik liep mee in de stille tocht van Nabil. Amziep, de Kruimeldief die nieuws werd doordat zijn hoofd op de stoep... voor Shisha Lounge Faroes aan de Veenseweg in Amsterdam was gezet. Het was mijn negende stille tocht. De eerste was die voor Pim Fortuyn in Rotterdam. Daarna liep ik beroepshalve voor onder andere John in Aksel... voor Millie in Dordrecht, Sharda in Den Haag... en Quincy en Ismaël in Amsterdam. Op het blubberig parkeerterrein van het plaatselijke stadion, nou ja, stadion, van Almere City FC was ik erbij toen 20.000 mensen de doodgetrapte grensrechter Richard Nieuwenhuijzen herdachten. Oud-hockey-international Mieke Havinga sprak ons toe. Ze begon toen over het weer. Ik dacht net, toen het zo regende, dat zijn de tranen van verdriet, zei ze. Gelul natuurlijk. De mensen om me heen waren wel verdrietig, maar dan toch niet om Richard Nieuwehuizen. Ze waren verdrietig om zichzelf. De vrouw die naast me stond was helemaal uit Den Bosch gekomen. Ze was vroeger vaak gepest vanwege haar bril. Het dieptepunt bereikte ik in de bos van Putten... waar hondenliefhebbers de pitbull Diesel herdachten. De Amerikaanse bulldog, 50 kilo echte liefde van Edwin en Marja... liet het leven na een confrontatie met een veel kleinere collie. Volgens de baasjes werd Diesel, die nog niet zo lang geleden... aan de rechterpoot was geopereerd door een oudere echtpaar, geen bejaarde... aan de halsband omhoog getrokken en in de pens getrapt... Een vrouw met een verwaaid hoofd las daar een gedicht voor. De vriendschap voor een hond is vriendschap voor het leven, voor een ander onbekend, hoeveel een hond kan geven. Hier werd de kern geraakt, dacht ik toen. De hond is lid van het gezin en voor veel mensen nog veel meer, namelijk het liefste lid van het gezin. De enige die in moeilijke tijden loyaal blijft en van wie ze de onvoorwaardelijke liefde voelen. Voor veel mensen zijn dieren sowieso verheven boven de mens. Een geschopte hond maakt ze bozer dan een kamp vol vluchtelingen. Maar gisteren liep ik dus met zeven journalisten na, naast de tocht voor de onthoofde Nabil. Meest gestelde vraag: wat voor jongen was het? Antwoorden: een goede jongen, een aardige jongen, een lieve jongen, deed geen vliegkwaad. Op de internetpagina van ons parool verscheen na, vlak na de tocht een artikel met de kop: het was een gouden jongen uit een gouden familie. Op de vraag waarom hij dan vermoord of onthoofd was, kwam geen antwoord. Ik lees allemaal onzin in de media, zei een jongen die zijn gezicht bedekte met een sjaal. Zelf noteerde ik, respect, zeven keer, veel scoopmobiels, dertien agenten op mountainbikes. Het citaat, een onthoofding komt altijd onverwachts. En bladspinazie, kruimelaardappels, vissticks, spelbrood. Want in mijn hoofd liep ik al door de Albertijn. Een buurvrouw zei, Nabil was een gewone jongen, ik zag hem wel eens in de tram... Maar hij liep ook op straat. Nabil Amzip was een gewone jongen die wel eens op straat liep. Dat ging lang goed, net zo lang tot hij tegen de verkeerde aanliep. En daarom stonden ze hier, omdat zijn hoofd eraf gehaakt was. Hij viel eigenlijk niet zinnigs over te vragen en te antwoorden. Ze hadden een rondje door de stad gelopen, dat zou hij, dat zou hij anders ook gedaan hebben. Of niet, want zo'n jongen was het ook. Hij kwam vaak niet, of veel te laat. Zinloos geweld herdenken we in Nederland met zinloze tochten, die we geen zinloze tochten, maar stille tochten noemen. Na negen stille tochten weet ik inmiddels, de deelnemers daaraan zijn eigenlijk heel eenzaam. Ze vinden elkaar op het internet in hun boosheid en verontwaardiging en daarna in de tocht waar ze wel de aandacht krijgen die ze verdienen. De enige stille tocht die op mij indruk maakte was de vrijwel onopgemerkte stille tocht voor Claudia en Helmond. Een echte stille tocht toch. Dus, wat ik daar zag waren verdrietige ouders die met wat vriendinnen van hun overleden dochter door de verlaten binnenstad sjokten. Wat was er eigenlijk mis met een gewone begrafenis?